De robuuste en efficiënte elektrische trekker EZS350 is bijzonder geschikt voor het transporteren en distribueren van materiaal in trekterreinen met een trekgewicht tot 5000 kilo. De uitgekiende ergonomie en technologie maken veilig en economisch werken met hoge rendabiliteit en energie-efficiëntie mogelijk. Alleen geïnstrueerde personen met veiligheidsschoenen mogen de trekker bedienen. Vervoer geen personen op de trekker of aanhanger. Let op, het aangegeven maximale trekvermogen is alleen van toepassing op een vlakke ondergrond met een anti-slip oppervlak. Voordat u op de trekker stapt, stelt u het optioneel verkrijgbare gedempte staartplatform af naar uw wens. Stap nu op de trekker en stel de dissel in op uw lengte. Zorg ervoor dat de rode noodstopschakelaar omhoog staat. Start de trekker via het toegangssysteem. Zodra de trekker klaar is voor gebruik, wordt het laadniveau van de accu op het display weergegeven. Plaats beide handen op het multifunctionele JetPilot stuurwiel. Met de groene tuimelschakelaar die aan beide kanten te bedienen is, bepaalt u zowel de rijrichting als de snelheid van de trekker. Draai het stuur naar links of rechts om te sturen. Laat de tuimelschakelaar los om te stoppen of druk op de remknop op de JetPilot. In geval van nood kan de trekker ook worden gestopt met behulp van de noodstopschakelaar. De trekker heeft een automatische parkeerrem die bij het starten automatisch wordt uitgeschakeld en bij het stoppen direct wordt geactiveerd. De trekker is altijd veilig, zelfs op hellingen. Om een aanhanger aan de trekker te koppelen, zet u de trekker achteruit voor de trekhaak van de aanhanger. Gebruik de optioneel verkrijgbare zij-aanraakmodus om de trekker nauwkeurig te verplaatsen en positioneren. De EZS350 is leverbaar met diverse koppelingen. De enkelvoudige steekkoppeling biedt een enkele koppelingshoogte die kan worden aangepast aan uw aanhanger. Verwijder de borgpen en bout en sluit de aanhanger aan op de koppeling. Breng daarna de bout weer aan en zet deze vast met de borgpen. De meervoudige steekkoppeling met drie aankoppelhoogtes wordt gebruikt wanneer u met dezelfde trekker verschillende aanhangers wilt trekken. Kies de juiste koppelingshoogte zodat de dissel altijd zo horizontaal mogelijk is aangesloten. De bout is geborgd met een rotatie van 90 graden tegen onbedoeld losraken. Bij een trekker met een volgkoppeling trekt u de dissel omlaag en trekt u de aanhanger naar de trekhaak toe om de aanhanger aan te sluiten. Open bij trekkers met automatische koppeling de koppelingsbout met de hendel. Zorg ervoor dat uw hand zich niet in de buurt van de koppelbek bevindt. De koppeling sluit automatisch zodra de trekhaak in de koppelbek wordt gestoken. Andere beschikbare koppelingen zijn haakkoppelingen, koppelingen voor landspecifieke trekogen of klantspecifieke koppelingen. Als de aanhangers zijn uitgerust met elektrische functies, sluit dan bestaande kabels aan op de trekker. Gebruik de hefdaalknop op de JetPilot om de aanhanger omhoog of omlaag te brengen. Zorg ervoor dat alle koppelingen goed gesloten zijn voordat u gaat rijden. Controleer of de aanhangers zijn vastgemaakt met wiggen. Zo ja, verwijder deze. Om de aanhangers te ontkoppelen, maakt u de bestaande kabels en trekhaak los. Schakel de trekker uit wanneer deze wordt geparkeerd. Om de accu te laden, moet de trekker volledig zijn uitgeschakeld. Trekkers die zijn uitgerust met een onderhoudsvrije lithium-ion accu worden via de snellaadaansluiting op de lader aangesloten. Open het accucompartiment om een EZS350 met een loodzuur accu te laden. Koppel de accustekker los van de truck en sluit deze aan op de laadstekker. Aan het einde van het laadproces schakelt de lader automatisch uit. Als het laadproces moet worden onderbroken, zorg er dan voor dat u altijd eerst de lader uitschakelt voordat u de truck loskoppelt van de lader. Om de loodzuuraccu te onderhouden, controleert u het accuwaterpeil aan de hand van de controlepunten.
Vul na het laadproces regelmatig het gedestilleerde water in de accu bij. Sluit hiervoor de aquamatic-slang aan op het waterreservoir. De indicator in de slang geeft aan dat het proces is voltooid. Koppel vervolgens de slang los van het waterreservoir en sluit het accu-compartiment. De truc is nu weer klaar voor gebruik. Controleer naast de accu regelmatig de wielen, de laadeenheid en de hydrauliek op beschadigingen en vervuiling. Voor een lange levensduur van de accu en de truc adviseren wij regelmatig onderhoud door een Jungheinrich servicemonteur. Heeft u vragen over de truc of hoe deze werkt? We zijn dichtbij. Neem de veiligheidsinstructie in acht. Verdere belangrijke informatie over de bediening en het onderhoud van de truc is te vinden in de meegeleverde bedieningshandleiding.